Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Denske en vandaag hebben we jullie een nieuwe Call of the Ghost commentary. En vandaag is het volgens mij episode 4 van onze Q&A-serie. En ik zeg expres onze, want jullie stellen mij vragen. Jullie worden erbij betrokken. In ieder geval, het is vandaag op Stonehaven. Het is met een sniper. En als je deze twee dingen combineert, Stonehaven en sniper, dan is het meestal een beetje een slow-paced match. Dat was ook eigenlijk de bedoeling, want ik dacht, weet je wat, het was laat op de avond volgens mij, het is een grote map. Even lekker rustig snipen en mijn scorestreaks halen. En dat is inderdaad wat er gebeurt, maar het ging net iets beter dan eigenlijk verwacht was. En het is dus een enorm goede match. In ieder geval, ik hoop dat jullie de match leuk zullen vinden. En ja, voor de rest heb ik niet heel veel te vertellen. Laten we gewoon gelijk beginnen met de Q&A. Dus als jullie vragen hebben voor mij, laat ze achter in deze video. En wie weet behandel ik jouw vraag wel in mijn komende nieuwe episode van de Q&A-serie. Dus de eerste vraag, die is... De eerste vraag is van Dolph Martens. En die vraagt, wat vind je van Family Guy of South Park? En om heel eerlijk te zijn... Vroeger keken we als South Park en dacht ik van, wat is dat voor onzin, weet je wel. Ik had echt van, heel flauw humor, niks voor mij. En dat is serieus echt 180 graden gedraaid. Want tegenwoordig vind ik echt Family Guy en South Park vind ik fantastisch. Ik vind het enorm grappig om te kijken. En ja, jullie weten het allemaal, het is enorm flauwe onzin eigenlijk. En dat is juist wat ik zo leuker vind. En toevallig een tijdje terug heb ik al die South Park afleveringen heb ik teruggekeken. En het is wel even geleden dat ik nieuwe uitzendingen of afleveringen heb gezien. Want ik kijk het altijd op de computer. En op de computer updaten ze dan niet zo snel als op tv, zeg maar. Want bijvoorbeeld, laten we zeggen dat er iedere week een nieuwe uitzending uitkomt. Op de computer is dat misschien één keer in een maand of zo. Ik weet niet hoe dat zat, maar in ieder geval, er kwamen niet echt vaak nieuwe episodes. Dus, lang geleden dat ik het heb gezien. Maar ik vind het wel enorm leuk. En ik vind South Park net iets leuker als Family Guy. En ja, gewoon leuk over het algemeen. De volgende vraag is van Text Games. En die vraagt, hoe lang ben je? En ik heb hier mijn idee erbij gepakt, want ik zag de vraag net toevallig al staan. En ik wist zelf serieus niet hoe lang ik was. Serieus, ik weet ook helemaal niet hoeveel ik weeg. Dus met de vraag, ik heb geen flauw idee. Maar op mijn idee staat dat ik 1,84 ben. 1,84 meter. Dus ik ben in ieder geval niet erg klein. Dus dan weet je dat ook weer. De volgende vraag is van Frans Kranen. En die vraagt, kunnen teleporteren of onzichtbaar kunnen zijn? En dat zijn van die vragen, ik zou het echt niet weten. Onzichtbaar zijn is in principe leuk, maar ik denk niet dat je er heel veel aan hebt. Want ja, je zou zeggen, onzichtbaar zijn, dan kun je bijvoorbeeld overval plegen of zo. Maar dan moet je ook weer, bijvoorbeeld als je een bank zou willen overvallen, moet je ook weer binnen zien te komen. Nou ja, als je onzichtbaar bent, zal dat misschien wel weer een manier voor zijn. Maar ik zou zeggen, teleporteren. Ik denk dat dat veel chiller is. Ik denk dat er ook wel goed veel geld mee te verdienen valt. En ik zou zeggen, teleporteren. Dat doen we. De volgende vraag is van Coole Kip. Die vraagt, wat voor hond? Duitse herder of tackle? En... als ik tussen de honden moet kiezen, denk Duitse herder. Ik heb altijd Duitse herders al enorm mooie honden gevonden. Het probleem is, ze zijn enorm groot. En ik vind als je een hond hebt, dan moet je niet buiten in een kooi stoppen of zo. Ik vind honden die, ja, als je een hond neemt, dan moet je die ook binnen nemen. Of in ieder geval niet ergens in de kou laten staan. Dus een Duitse herder is gewoon een heel grote hond. Dus dat is voor ons thuis is dat niet echt gewild, zeg maar. We willen niet een grote hond hier op de bank hebben liggen of zo, weet ik veel wat. Maar als ik er tussen moet kiezen, sowieso Duitse herder, want ik vind ze enorm mooi. Vooral als ze klein zijn, ze zijn echt fantastische beesten. De volgende vraag is van Mitchell Goris. En die vraagt, League Play, Clan Wars of Pubs? Pubs, nou ja, dat is echt nummer 1 game mode. Of ja, hoe we het eigenlijk noemen, wat is het eigenlijk? Het is in principe, het is geen game mode. Het is gewoon, whatever. In ieder geval in pubs ga je gewoon enorm veel rage. In ieder geval ik wel. Dus dat is eigenlijk iets wat ik zou zeggen, liever niet. Het zijn leuke momenten als je bijvoorbeeld een match als dit hebt, maar over het algemeen rage ik enorm veel in pubs. Dus nee. Clan Wars is slecht uitgewerkt. Het is eigenlijk gewoon een slechte versie van League Play. Want je moet allemaal die app erbij gebruiken. En als jij Clan Wars wil spelen, dan ja, het werkt gewoon allemaal niet. Onzin. Dus die strepen ook weer door. Uiteindelijk blijft er League Play over. League Play was gewoon een enorm goede game mode. En het was gewoon goed in elkaar gezet. Het werkte gewoon goed. Alleen het probleem was, League Play was in Black Ops 2. En jullie weten allemaal, ik heb een verschrikkelijke hekel aan Black Ops 2. Omdat de connectie daar echt dodelijk slecht is. Dus dat is waarom ik dan eigenlijk League Play een beetje verneukt vind. Maar dat ligt vooral dus aan Black Ops 2. Maar als League Play bijvoorbeeld in Ghost zou zitten, was dat echt de game mode die ik 90% van de tijd zou spelen. Dus tussen deze drie dingen zou ik kiezen voor League Play. Nou, de volgende vraag is van Nick. En die vraagt, wat vind je van Ellie Goulding? De muziek, hoe ze eruit ziet en waarom vind je dat? Nou, aangezien jij een avatar van haar hebt, neem ik aan dat jij een fan van haar bent. En ik eigenlijk helemaal niet. Ik ken één nummer van haar, dat is volgens mij Burn. En voor de rest, ik heb geen flauw idee wat voor muziek ze allemaal maakt. En ze ziet er volgens mij oké uit. Dat ik me kan herinneren in ieder geval van jouw avatar dat ik zo zie. Dus ze is wel nice.
Alleen ja, de muziek, ik kan maar één nummer verzinnen en dat is Burn. En die is gewoon, ja, iedereen kent die volgens mij. Die is voor maar 100.000 keer op de radio geweest en al die dingen. Dus ja, wel oké muziek. Nou, de volgende vraag is van Sparrix Games of zo, weet ik veel. Kaas of worst? Nou, ik kies voor kaas. Ik ben geen ik ben geen worstliefhebber, dat klinkt awkward. In ieder geval, ik kies voor kaas. De volgende vraag, Flo van Dijk. Wat zou je doen met 1 miljoen? Oh, jezus. 1 miljoen is een hoop geld. En ik denk, ja, wat zou je doen met 1 miljoen? Het is zo moeilijk wat je ermee zou doen. Aan de ene kant zou ik zeggen, ik zou het ergens in willen investeren. Iedereen die wil meer geld maken. En met 1 miljoen kun je overleven, natuurlijk. Je kunt makkelijk leven. Maar als je net bijvoorbeeld zegt 2 miljoen, dan zou je 1 miljoen echt kunnen gebruiken om gewoon te leven. Een andere miljoen bijvoorbeeld om gewoon gek te doen. En met 1 miljoen kan het dus niet. En het probleem is, wat zou dan? Ik denk toch dat ik ergens in zou investeren. Iets heel goed uitzoeken en investeren. En dan is de kans dat je alles kwijtraakt. Maar de kans is ook dat je heel veel geld maakt. En dan ben je gewoon binnen natuurlijk. Dus ik denk dat ik dat zou doen. Ja, dat zou het zijn. Ik zou dus mijn geld investeren. En dan wel op een slimme manier. Of iets beginnen, zoiets. Hè. Dus niet gelijk gewoon al een heel miljoen in een of ander bedrijf stoppen of zo. Misschien dat ik zelf iets zou opstarten, zoiets zou beginnen. Maar in ieder geval, ik zou het er niet bij laten. Ik zou niet zeggen van, ik stop mijn werk of zo. Of ik zou een auto kopen, een huis kopen. Nee, ik zou eerst iets met dat miljoen doen om meer geld te maken. De volgende vraag is van Nick Vosselman. Vosselman, jezus. Vosselman, sorry Nick. Als jij een kot mocht maken, wat voor game mode zou je er in ieder geval in doen? Game mode. Als je zeg maar bij League Play en zo vond ik dat altijd wel leuk als je die dropzone erin had. Alleen het was niet echt, of dropzone, sorry, hardpoint. Het was niet echt mijn game mode hardpoint. Ik was er niet goed in, maar ik vond het wel leuk om te doen. Alleen dan moeten we echt League Play in zitten, want voor in pubs vond ik het juist weer helemaal niks. En volgens mij War uit Call of the World of War, dat was een enorm vette game mode. Ik kan het me niet helemaal 100% meer herinneren hoe het ging. Maar ik kan me wel herinneren dat ik het best wel veel speelde en dat het best wel vet was. Dus ik denk die game mode. Dus ja, voor iedereen die geen World of War heeft gespeeld, ik kan je niet echt uitleggen wat het er was. Maar in ieder geval, het was een game mode van Call of Duty World of War, oftewel Call of Duty 5. En die hebben we nooit meer teruggezien, die game mode. Vind ik een beetje raar, dus het zou wel leuk zijn om die eventjes weer terug in een nieuwe kot te krijgen. Nou, de volgende vraag is van Jorginho van Bossen. Die vraagt, ga je laten roken of aan drugs doen? Nou, ik denk als jij dit idee al hebt van, oh, ik ga later lekker roken of ik ga later aan drugs doen, dan spoor je al niet helemaal. Zulke dingen gebeuren meestal vanzelf, weet je wel. Je komt misschien een keertje met die mensen in aanraking, maar ik denk niet dat jij zoiets hebt van, oh, ik ga later aan drugs doen of zo. Dat is gewoon stom. Dus zoals ik nou mijn mindset heb, zou ik zeggen, nee, geen van beide. Maar je weet nooit hoe het loopt of zo, maar het is in ieder geval niet de bedoeling. Dus ik zou zeggen, don't do drugs. En stop maar roken of ga niet roken, weet ik veel. Nou, de volgende vraag is van Just Hackbook Games. Ben je een Belg of een Nederlander? Die vraag heb ik al zo vaak gehad. Ik snap niet. Is het zo moeilijk om te horen dat ik geen Belg ben? Ik ben een Nederlander. 100% Nederlands. Altijd Nederlands geweest. Ik woon in Nederland. Ik woon in Brabant. Misschien dat een link is. Dus ik ben Nederlands, ja. De volgende vraag is, wat is je oldschool of je favoriete oldschool game? En oldschool, ga je dan echt helemaal terug in de tijd van Mario? Of juist zoiets als bijvoorbeeld nog de PlayStation 2 of zo, of PlayStation 1. Want PlayStation 2, by far GTA San Andreas. Ik heb daar zoveel plezier in gehad. En ja, ik weet niet hoe dat komt. Misschien dat ik toen ook nog jonger was. En heb je echt fantastisch veel fantasie en zo. Dan kun je echt heel veel in zo'n game doen. Tegenwoordig, ja, op een gegeven moment na een half uurtje of zo heb je zoiets van, what the fuck moet ik gaan doen of zo. Dus ik denk dat als je zegt oldschool game dan en je mag GTA San Andreas erbij tellen, dan die game natuurlijk. Maar als je echt heel ver terug in de tijd gaat, ja, waarschijnlijk gewoon iets van Mario of zoiets in die richting. Want dat is echt heel erg oud. En Duckhunt was ook heel erg leuk. Volgende vraag is van Rutger Mulder. En die vraagt, met welk wapen en op welke map haal je eerste nuclear mob en camstrike? Ik zou eerlijk zijn, nuclear, ik heb geen flauw idee. Ik heb echt geen flauw idee. Moab, dat was met de G36. Mappen weet ik echt niet meer. Om heel te zijn. Mappen, kan ik me niet meer herinneren. In ieder geval, mijn eerste Moab was met de G36. Mijn eerste camstrike met een AK-47. Nuclear, ik zal heel erg goed naar gaan denken. Volgens mij was mijn eerste nuclear met een sniper of zo. Serieus. Volgens mij was mijn eerste nuclear met een DZ-50. En dat klinkt misschien heel stom, maar meestal met zoiets ga je heel erg langzaam spelen met de sniper. En daardoor haalde ik volgens mij mijn nuclear. Dus volgens mij mijn eerste nuclear met een
DSR-50. Mijn eerste mode met G36, 100% zeker. Eerste campstrike met een AK... Het is volgens mij AK-12 of niet? Maakt niet uit, in ieder geval een AK, whatever. En PS, je bent beast. Ga zo door. Thanks. De volgende vraag is van Lars de Baas. En die vraagt, hoe krijg je zoveel abonnees? Dedication. Nee, dat is onzin. Nee, maar het is gewoon zo... Het begin is moeilijk, maar als je eenmaal een begin hebt, je blijft gewoon constant video's uploaden en je probeert jezelf te verbeteren, je vraagt mening van abonnees, dan denk dat het op de duur wel komt. Er komen altijd abonnees. Het is altijd moeilijk om te beginnen, maar het wordt altijd meer. En de ene groeit sneller dan de andere en ik ben blij met de groei die ik heb. Maar ja, ik denk dat je gewoon moet blijven uploaden en al dat soort dingen. Als jij op een gegeven moment, laten we zeggen, een week lang niet uploadt, dan merk je gewoon dat je veel minder subscribe. Ik bedoel, ik ben een week lang in Praag geweest en ik merk al dat mijn aantal abonnees enorm gezakt zijn, mijn groei. Dus het is gewoon belangrijk om constant te blijven uploaden. Volgende vraag is Girl Gamer Bieber Love Forever. Wauw, die naam wou ik ook. Ja, maar wie was er eerder? De kip of het ei? Ik zeg de kip. En je zult misschien denken, waarom? Ik heb geflauwd. Ik zou zeggen, misschien kwam de eerste kip al niet uit een ei. Tada. Dat is gewoon random. En we hebben nog zoveel vragen. Nog één vraag, die wil ik behandelen. Ik weet niet of ik die ooit behandeld heb, maar ik heb die vraag al een keertje eerder zien staan. En die is van Kara Gaming. En die vraagt 70% kans op 10 miljoen of zekerheid op 1 miljoen. Ik zou zeggen 70% op 10 miljoen. Met 10 miljoen kun je heel veel doen. Kun je alles doen wat je ooit hebt kunnen verzinnen. En met 1 miljoen kun je veel doen, alleen niet alles. En ik denk als ik voor 1 miljoen zou kiezen, dat ik me eigenlijk echt voor mijn kop zou slaan. En dat ik echt gewoon voor die 70% zou gaan. Ik bedoel, ook al zou je die 70% en je faalt het, dan heb je zoiets van, oké, ik heb het geprobeerd, fuck it. Maar met 10 miljoen kun je zoveel doen dat ik dat zou kiezen. Dus dat is mijn keuze. In ieder geval, de vragen heb ik zo'n beetje allemaal gehad. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals je waarschijnlijk hebt gezien, ik heb een chemistrike gehaald. Dus dat was nog mooi. Dat was heel erg onverwachts, want ik had het echt niet aan te komen. Omdat ik vooral met Assault speelde. En dan weet je helemaal niet op wat voor gunstreak je zit. Dus in ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Hopelijk kunnen we nou wat meer likes halen als de laatste episode. Want toen hadden we nog net iets over de 50. En die episode staat volgens mij al enkele weken weer online. Dus dat vond ik een beetje jammer. Maar in ieder geval, als je het leuk vond, laat eens een like achter. Laten we zeggen, bij 600 likes een nieuwe episode. En hopelijk kan ik me eraan houden. Dus als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.